Goedenavond. In mei is het 450 jaar geleden dat componist Jan Pieterszoon Sweelinck geboren werd. Het jaarlijkse Koninginnedagconcert vanuit Paleis Noordeinde staat dit keer dan ook helemaal in het teken van zijn muziek. Onlangs heeft het Gesualdo Consort een heus monument opgericht voor Sweelinck door zijn complete vocale werk uit te brengen op cd. U hoort ze zometeen onder leiding van Harry van den Kamp met een aantal chansons, psalmen en madrigalen. Ik denk dat er wel duizend redenen zijn om eens iets aan Sweelinck te doen. In de eerste plaats is het zo dat het natuurlijk bijzonder is in de Nederlandse geschiedenis dat er eindelijk eens een componist was, is geweest, die niet alleen groots was en dat door zijn tijdgenoten beseft werd, maar die ook in staat is geweest om bijna een eeuw lang, en als je welwillend bent kun je zeggen eigenlijk tot nu toe, een enorme invloed gehad heeft. De hele orgelschool, de Noord-Duitse orgelschool tot en met Bach toe, is echt bepaald door deze bescheiden, merkwaardige, stille Deventenaar die in Amsterdam op zijn tweede daar met zijn vader in de Oude Kerk kwam. En dat is van een ongekende grootheid. Ja, In 1985 was het jaar van de muziek, Bach, Handel, Scarlatti. Daar was Klaus voorzitter van. Dat heeft hij met een ongelofelijke schwung gedaan, heel erg betrokken. En toen dat jaar voorbij was, wilde de koningin een keer die zei: ik heb een heel goed idee, ik ga mijn man ieder jaar een concert aanbieden. Dus een aantal vrienden kwamen een aantal keren per jaar om met de prins over muziek te praten en samen te bedenken wat we dat jaar dan zouden gaan doen. En dat was altijd behoorlijk rebels. Dus heel veel hedendaagse muziek, heel veel hele oude muziek, heel veel muziek uit Irak, Russische emigrees. De wonderlijkste dingen zijn hier altijd in dit zaaltje, waar Mozart overigens nog geïmproviseerd heeft, de revue gepasseerd. Eigenlijk wilde de koningin heel erg graag Led Zeppelin uitnodigen, maar Harry van der Kamp heeft mij bij de keel gegrepen en gezegd: als het niet nu een eerbetoon is aan dat monument wat wij in de laatste jaren tot stand gebracht hebben, dan deug je nergens voor. En zo is ze dan via allerlei slinkse wegen uiteindelijk gezwicht voor Sweelinck. Ja, het is gestemd. Het speelt nog even. Zomaar iemand uit. Er zitten 200 mensen en die zijn met zorg. Die keuze is met zorg tot stand gekomen. En het is haar idee dus geweest om dit jaar, als een soort viering van het feit dat Sweelinck 450 jaar geleden geboren is, het Sinterklaasprincipe: je viert iemands verjaardag met een gebaar naar zijn jongere collega's. En daarom zit de zaal dus aan de ene kant vol met organisten en aan de andere kant met componisten. Rond mijn 15e ben ik begonnen met orgelspelen. En een van de eerste stukken die ik toen speelde was de Echo-fantasie in D-mol van Jan Pieterszoon Sweelinck. En dat was een waanzinnige ervaring. Dus dat ben ik ook nooit meer kwijtgeraakt. Ik heb op latere leeftijd andere componisten leren kennen, Frescobaldi en Engelse componisten. En dan ontdek je dat Sweelinck ook wel een beetje een stijve Hollander is, maar dat ben ik zelf ook. Dus ik herken veel in die man. Ik moet hem echt gaan onderzoeken. Het is ook zo'n uitgave van zijn werk en zo'n concert is natuurlijk een enorme motivatie om dat extra te doen. Zijn werk is natuurlijk nog niet bekend. We moeten hem ontdekken. Katholieken die zeggen door Maria tot Jezus, maar voor mij is het door Sweelinck tot Bach. Als je nagaat dat Sweelinck eigenlijk de uitvinder is van de
lekkere, lange, strenge fuga. En je weet dat als je Bach zegt, als die echt in zijn element was, dan schreef hij lange fuga's. Dan begrijp je dat Jan Pieterszoon Sweling voor mij heel veel betekent. En ik kan ook iedereen zijn chromatische fantasie aanbevelen om hem even een stuk te noemen voor de organisten, voor de clavecinisten, om eens goed naar te luisteren. Het is zo slim en intelligent gemaakt. En het is ook tegelijkertijd op een goede manier emotioneel. En ik denk dat is het geheim van grote kunstwerken altijd. Dat er een balans is tussen emotie en gemaakt of vakmanschap en intellect. Zo gauw het vrolijk wordt, werelds wordt, vond ik zijn muziek eigenlijk veel leuker. Dan krijgt het een aparte dimensie van levendigheid en gedurfdheid. Terwijl als het christelijk wordt, dan dacht hij, oei, oppassen. Nou moet ik echt laten zien dat ik het ook netjes kan.